Hier in deze gang van het AZ-stadion hangen alle elftal foto's. En deze selectie speelde samen in het seizoen 97-98. Het was het jaar met trainer Willem van Hanegem en Max Huiberts was nog gewoon spelen. Dit elftal speelde ook als laatste een competitiewedstrijd in en tegen Emmen. 20 augustus 1997. En AZ kwam toen niet verder dan een 1-1. Doelpunt te maken was Michael Buskemolen. En mede dankzij dat puntje vierde AZ aan het einde van het jaar het kampioenschap in de Eerste Divisie. De Alkmaarders troffen de Emmenaren alleen nog 2 jaar geleden voor de beker in het AFAS-stadion. Het is geen beste wedstrijd, maar dit is wel een heerlijke aanval en die wordt bekroond door Muren. En zoals wel vaker in die periode was supersupper Robert Muren de matchwinner. De Volendammer maakte de enige treffer tegen de club uit Drenthe. Zonder geen Muren en ook geen Buskemolen, maar vast en zeker staat er weer een nieuwe AZ erop.